Een publishingvoorstel. Hij zit in je e-mail, een publisher is geïnteresseerd en doet je een voorstel met een contract. Waar moet je precies op letten? Dit filmpje is geen juridisch advies, het betekent dus niet dat het helemaal dichtgetimmerd en allesomvattend is. Ik hoop vooral dat het je helpt verhelderen, verduidelijken en dat je weet waar je even aandacht op moet leggen in zo'n voorstel. En dat je al wat vragen kan stellen aan een publisher of er zelf een idee bij kan krijgen of het een, uh, ja, in de basis een goed voorstel is of niet. Wat vaak gebeurt, is dat je in de e-mail een voorstel krijgt van een publisher. Zo'n voorstel kan in de vorm komen van een deal-memo. Zo'n deal-memo is eigenlijk met bullet points, heel kort en bondig, door de publisher uitgelegd wat in het contract staat. of wat eigenlijk de, ja, het geraamte is waar het contract op staat en de belangrijkste voorstellen ja, in de samenwerking. En het eerste waar je op moet letten in zo'n voorstel, of dat nou een dealmemo is of gewoon een voltallig contract al, het eerste waar je naar gaat kijken is wat voor soort overeenkomst wordt me aangeboden. Is dit een auteursovereenkomst of is dit een titelovereenkomst? Het is belangrijk want bij een auteursovereenkomst zitten veel meer consequenties en veel meer uh, details en bij een titelovereenkomst ja, dan gaat het echt alleen maar over het liedje of meerdere liedjes die de publisher wil tekenen. Het volgende waar je naar gaat kijken is de overdracht van rechten of nog specifieker de duur van overdracht van rechten. Dat geeft eigenlijk aan de periode waarin de publisher gerechtigd is om dat 33,33% publishing aandeel te ontvangen. Dus in die periode mag de publisher dat ontvangen. Als die periode eindigt, dan valt die 33,3% weer helemaal terug naar de auteur. En ontvangt de auteur weer gewoon volledig 100% van het auteursrecht. Nou, wat is dan de gemiddelde periode van zo'n overdracht van rechten en de duur daarvan? Traditioneel gezien hebben publishers daar altijd eeuwigdurend neergezet. Eeuwigdurend is bijzonder lang, kan ik je vertellen. Dat betekent gewoon oneindig lang. Met andere woorden, je krijgt nooit meer die 33,3% terug als auteur. Dat staat standaard in zo'n overeenkomst. Althans, dat stond vooral standaard in overeenkomsten van ja, jaren terug. En dat verandert steeds meer. Uh, maar nog steeds zijn er publishers die dat dan in hun contract neerzetten. Nou, wat is dan de gemiddelde periode van zo'n overdracht van rechten en de duur daarvan? Dat hangt van veel factoren af, maar. Onthoud, jij wil een zo kort mogelijke periode, de publisher wil een zo lang mogelijke periode. Er zijn ook publishers die de overeenkomst inmiddels wat progressief hebben opgezet en zeggen van, wij krijgen alleen het publishing aandeel als wij daadwerkelijk een sink landen. Dus zolang wij niet sinken, hou jij gewoon je volledige rechten. En pas als wij een sink landen, dan pakken wij dat 33,33% ,33 voor de duur en overdracht van een bepaalde tijdspanne. Het volgende wat je gaat onderzoeken in de dealmemo of in het contract en waar je je ogen probeert te laten vallen, is het territorium. Het territorium staat voor waar de publisher allemaal ja, jouw rechten vertegenwoordigt, en met andere woorden, dus ook ja, het aandeel, het publishing aandeel, mag toe-eigenen. Is dat alleen in Nederland of is dat over heel de wereld? Nou, standaard wordt hier wereldwijd opgezet in een contract dat een publisher wereldwijd. Jouw publisher is en dus overal het publishing aandeel mag toe-eigenen. Dat is ergens ook wel logisch omdat publishers ja, wereldwijd opereren en omdat ze wereldwijd opereren, dat ze dan ook uh, ja, kunnen beargumenteren dat ze recht hebben op inkomsten in andere landen. Toch is niet elke publisher in ieder land. Even sterk vertegenwoordigd. Dus het is helemaal niet gezegd dat dan in ieder land je goed wordt vertegenwoordigd door deze publisher. Dus het is niet per definitie en standaard dat jij wereldwijd wilt tekenen. Daar wil je toch echt wel even meer duidelijkheid over krijgen. Een publisher zal gauw komen met het argument, of in ieder geval vertellen, dat hij niet alleen vanuit Nederland werkt, maar dat er dus ook in andere landen sub-publishers zijn waarmee diegene werkt. Basically komt het erop neer dat bijna elke publisher uh, in andere landen een soort van. Ja, bondje heeft met andere publishers en biedt eigenlijk een publisher in een ander land aan een andere publisher aan. Van wil je met mijn catalogus werken? En ja, weet je dan iets te landen? Dan mag je een gedeelte van de inkomsten houden, uiteraard. Ja, het is belangrijk om goed te horen, zwart-wit op papier, te zien wat precies de deals zijn tussen de publisher en subpublisher. Gaat een gedeelte van jouw stukje af of uh, deelt de, de publisher zelf zijn share met de anderen? Uh, dat wil je weten, maar ook ja, wie de publishers zijn en in welke landen dat allemaal zit. Want daar kan je dan ook een betere afweging maken. Of je bijvoorbeeld zegt, nou we gaan niet wereldwijd, want ik zie gewoon dat je in Amerika niet actief bent. We gaan het voor Europa en Azië doen, want daar ben je actief. En Amerika, die uh, houden we buiten het contract. Dus teken niet zomaar voor wereldwijd, maar ga echt het gesprek aan met je publisher en kom tot een goede afweging, wat dan wel een goed territorium is waar de publisher in uh, mag werken voor jou. Dan het volgende punt, dan gaan we kijken naar de looptijd van het contract. Wat is de duur van de overeenkomst? Binnen die looptijd geldt dus die regel bij zo'n auteursovereenkomst... dat uh, in die looptijd alle werken die je op dat moment maakt of hebt gemaakt... maar dat die toevallen naar de uitgever. Dus in die tijd, wat je dan ook maar schrijft en met wie je dan ook maar schrijft... daar krijgt de uitgever het publishingaandeel over... De duur van zo'n overeenkomst zit vaak zo rond de drie jaar, althans dat wordt als eerst voorgesteld. Maar ook hier geldt dat als het korter is, dat dat voor jou gunstiger is. En uh, ja, de publisher die wil het liefst dat jij langer bij hem zit. Want ja, hoe langer je bij een publisher zit, hoe meer wat jij schrijft bij die publisher terechtkomt. Dus dat is in het belang van de publisher. Een laatste punt wat ik nog wil aanstippen waar je naar kijkt in zo'n overeenkomst of in zo'n dealmemo, is wordt er gepraat over een kickback? Een kickback is gewoon interessant en in jouw voordeel. En ja, er zijn misschien situaties waar een kickback gewoon echt bespreekbaar is. En waarvan je kan zeggen: van ja, ik wil een kickback uh, op specifiek die situatie. Of gewoon altijd of sowieso. En dat wil je ook checken in de overeenkomst. Wordt daar al over gerept? Of moet je dat zelf gaan inbrengen? Dat je mogelijk een gedeelte van het publishing aandeel weer teruggeschopt wil krijgen naar jou. Dit filmpje was vooral om je wat meer te leren over de contracten wat ja dat je wat meer inzicht krijgt wat meer begrip over wat erin komt te staan en wat ja belangrijk zou kunnen zijn in zo'n contract. Maar zoek altijd advies als je een contract in je mailbox hebt en je bent ja je overweegt om hem te tekenen, ga dan echt langs een expert. Hopelijk heb ik je hier weer wat verder mee op weg geholpen. Vind je deze filmpjes inzichtelijk en interessant? Subscribe, dan blijf je de hele tijd op de hoogte. Oké, okay, dat was hem. Tot de volgende